Oké. Goed. Spannend hoor. Het is... Ik doe het bijna in mijn broek. Ze gaan nu klaarstaan. We gaan achter elkaar vier sprongen zien van deze mensen. De jury zal één persoon aanwijzen die de competitie moet verlaten. Yes. Dan houden we dus nog twee schoonspringers over. En dat is het moment waarop u thuis kunt meebeslissen. Maar daar komen we straks op terug, want we krijgen ook te horen welke kandidaat veilig wordt gestemd van de Jump-Off. Staan ze inmiddels klaar? Even kijken, wie gaat er als eerste springen? Dennis als eerste gaat. Lucia hoor ik net. Lucia, zie ik nog eventjes deze trap omhoog bewegen. Het is ook een end. En zij klimt langzaam naar de 5 meter. En daar staat ze. Ook Melissa staat klaar, Dennis. En ik zie dat Regilio nog moet klimmen. Wij beginnen met Lucia. Concentratie. Dikke Dennis, spot je aan. De beurt is aan jou, Dennis. Zet hem op. Concentreer. Oh, wat een hilarische show. Melissa, Melissa. Nog één dappere dame te gaan. Melissa Schauveli. Last but not least. Ga je gang, meid. Concentreer je. En gooi al je charmes in de strijd. Gesprongen allemaal. Dennis, joh, even, wat ga je doen? Ja, ik heb een blessure opgelopen, dus ik moest mijn sprong even aanpassen. Hoor. Dat heb je even ter plekke verzonnen daar in de lucht? Ja, ik had hem wel eens een keer eerder gedaan, maar... Ja. Ik voelde de spetters tot ja, aan hier zo'n beetje. Ja, dat ging hartstikke goed. Het was nog net geen droogligging, maar het ging fantastisch. Maar het gekke is, als je ziet dat een soort spanning eraf is in zo'n jump-off... dat in één keer dan iedereen toch anders en eigenlijk best wel beter gaat springen. Dat vind ik zo krankzinnig. Met jou ging het ook fantastisch. Well, this jump hurt my leg. I didn't do it, so okay. I had to do it now. You did it now, man. Het was echt fantastisch. You did it your way. Dit is het moment. De jury beslist wie doorgaat naar de halve finale en voor wie de wedstrijd hier vanavond eindigt. U mag daarna thuis tot en met vrijdag stemmen wie van de twee andere sterren doorgaat naar de halve finale. En zo is dat. Dan is het nu aan de jury. En natuurlijk de juryvoorzitter Frans. Wat is jullie beslissing? Wie mag blijven en wie gaat door naar de halve finale? En voor wie is het einde van deze zware oefening? Er wordt druk overlegd. Ze zijn niet unaniem, denk ik. Ja.
Frans, aan jou het woord. Ja. Altijd moeilijk. Maar goed, soms moeten moeilijke beslissingen genomen worden. En voor vanavond hebben we moeten beslissen dat er uitgaat direct Dikke Dennis. Oh, dat is jammer. Je hebt het fantastisch gedaan. Je mag er nog even het water in, Dennis. Super gedaan. Laat je horen voor Dennis. Goed gedaan. Yes, 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 yes. Oké. We schuiven even een beetje door. We nemen afscheid van Dennis. Maar Frans, ik wil ook van jou weten, wie is verzekerd van een plaats in de halve finale? Ja. We hadden twee kandidaten die eigenlijk alle twee door moeten. Mm-hmm. En dan moeten we daar toch een knoop door hakken. Echt heel moeilijk. En in dit geval is het voordeel uitgevallen in de hurkduik achterover van Lucia. Gefeliciteerd! Ja, Kim. Lady Tyson. Oh. Lady Tyson, onze bokster. Het ging natuurlijk weer met een moeilijkheidsgraad, maar lieve mensen. Dat betekent dat, dat deze twee mensen natuurlijk, ja, die zijn degene waarop u kunt stemmen thuis. Ja. En zeker dat weten. Horen en dat, wij pas de volgende keer. Hè? Ja, dat kunt u doen tot vrijdagmiddag door te bellen of te sms'en en je stem uit te brengen. Op vrijdag 11 april zitten deze twee fantastische mensen om 17:30 in Shownieuws. En krijgen we te horen wie er doorgaat naar de halve finale. Spannend, jongens. Heel spannend. Tjonge, jongen. En voor Regilio. Dan kun je gewoon bellen naar 0909-1351. Of sms'en Regilio naar 4600. En natuurlijk, ook voor deze kun je hetzelfde nummer bellen, maar dan met een 2 op het einde. Voor Melissa dus 0909-1352 of sms Melissa naar 4600. De lijnen gaan nu open. Ja, en wagenwijd. Woe! Kim, wat een avond vanavond, hè? Het was een topavond. En ik wil u bedanken, want u was een fantastisch publiek. Het was een gezellige sfeer, we hebben mooie sprongen gezien. De kandidaten waren hysterisch, het was spanning en sensatie. En ik moet je zeggen, wat een heerlijk feest. Dit was de eerste sterrenspringen van 2014. En volgende week hebben we natuurlijk weer 8 nieuwe sterren. Die springen voor de plaats in de halve finale. Ja, en wil je alle hoogte- en dieptepunten van vanavond nog eens bekijken? Of wilt u bij de halve finale zijn hier in Tongelreep? Ga dan naar sbs6.nl/sterrenspringen. Bedankt voor het kijken. Zo is het, bedankt allemaal. En tot volgende week. Tot de volgende keer.